Mijn naam is Nicole ter Harmsel, ik werk op de Windhoekschool en wij zijn vandaag hier bij Trivium Meulenbelt om voor te lezen. En dat doen we eigenlijk in het kader van de Kinderboekenweek. Het thema is voor altijd jong en we vonden het heel leuk om jong en oud bij elkaar te brengen. En daarom zijn wij hier naartoe gegaan, we gaan voorlezen. Gaat over vroeger, dus de oma van mijn oma van mijn oma, hoe het in die tijd ging. En we hebben gezellig thee gedronken met wat lekkers en zometeen gaan we samen bordspelletjes spelen. En als de tandarts niet al zo goed was als nu en als ze had gepoetst met goede tandpasta, met fluoride, want daar worden je tanden hard van. 50 jaar geleden hadden mensen veel meer gaatjes dan nu. Veel mensen poetsten hun tanden niet of bijna nooit. En gingen pas naar de tandarts als ze kiespijn hadden. Het was toen heel gewoon om al je tanden te laten trekken. En de rest van je leven een kunstgebit te dragen. Maar als je echt wil griezelen, moet je nog wat verder terug in de tijd. Tot de 19e eeuw bestonden er haast geen tandartsen. Dat klinkt misschien ideaal, een wereld zonder tandartsen, maar als je vreselijk kiespijn had, moest er toch iets gebeuren. En dus ging je naar de kapper of de smid. Die klutste in de tijd een beetje bij door de patiënten van hun rotte kiezen af te helpen. Leeg. Want zo gaat het natuurlijk ook met andere winkels. Zeker een eeuw lang hebben mensen hun spullen alleen in echte winkels gekocht. Dus met echte verkoop. Het eerste warenhuis van Nederland was de winkel van Sinkel. De eigenaar heette Anton Sinkel en die hield wel van een stukje rijmen. Kijk maar eens naar deze reclame. In de winkel van Sinkel is alles te koop. Daar kan men krijgen mandjes met vijgen, doosjes pomade, flesjes orgeade, hoeden en petten, dameskorsetten, drop om te snoepen en pillen om te... Voor de 19e eeuw was dat heel bijzonder. Zo'n grote winkel met zoveel spullen.